Hallo, mijn naam is Ken en in dit filmpje ga ik jullie tonen hoe je op een Windows-client, maakt dus niet uit, Windows 7, 8 of 10, kan inloggen, zelfs als je het wachtwoord vergeten bent. Ja, dus heel handig als een van je grootouders het wachtwoord vergeten is en je wilt natuurlijk aan gegevens geraken zonder dat je daarvoor naar de dichtstbijzijnde PC-winkel moet lopen. Ook belangrijk om te weten is dat ditzelfde trucje kan gebruikt worden om in een bedrijf bijvoorbeeld het wachtwoord van de lokale gebruiker te omzeilen. Zelfs om je eigen als local admin in te stellen. Dus dit is eigenlijk ook wel een serieus beveiligingsprobleem. Hoe dat we dat beveiligingsprobleem gaan oplossen, we kunnen dat oplossen, maar dat is voor een volgend filmpje. Ik ga proberen mijn filmpjes zo kort mogelijk te houden. Dus, here we go. Zoals je kan zien ben ik hier bij een Windows 7 client, ja, makkelijk te herkennen aan de achtergrond. Ik zit hier eigenlijk met een virtuele machine bezig. Ja, dat is de makkelijkste manier voor mij om dit uit te testen. Maar natuurlijk kan je dit heel makkelijk doen met, of zelfs makkelijker op een fysieke machine. Ja, gebruik deze methode zeker niet om in je bedrijf in te breken. Dat is de disclaimer. Dus ik zie hier op mijn inlogscherm, ik weet het wachtwoord niet meer van mijn user-account genaamd Cadmin. Ja. En de simpelste methode is gewoon om te restarten. Zomaar restarten? Nee. Ondertussen heb ik de Windows 7 installatie-DVD in mijn CD-ROM-speler gestoken. En daarvan ga ik nu booten. Op de achtergrond zag je daar heel even mijn Windows 10 virtuele machine tevoorschijn komen, waarmee ik straks de demonstratie ga doen. En ben ik erin geslaagd. Ja, dus ik zit nu in mijn. En deze ga ik even verkleinen, zodat het makkelijker wordt. Ja, dus ik zit in mijn Windows 7 standaard installatie. En ik druk nu Shift F10. Shift F10 zorgt ervoor dat ik tot in de command line kan geraken. En hier is waar dat het belangrijkste gebeurt. Dus eerst moet ik achterhalen op welke drive. Je ziet hier, ik ben nu in x.\sources. Ja, dus ik doe gewoon even een dir. Ja, ik ben op de installatie-DVD. Maar ik wil eigenlijk naar mijn echte harde schijf geraken. Want daar ga ik een bestand aanpassen. Zodat ik het loginscherm kan omzeilen. Nu, we zouden gewoon kunnen doen C dubbel punt, ja, en naar de C gaan, daar een dir doen. Daar is niks. Hoogstwaarschijnlijk is het D dubbel punt. Ik doe hier ook dir. En dat is inderdaad straks waar ik moet zijn. Maar een commando om heel snel te kunnen achterhalen welke drive letters er allemaal aanwezig zijn, in geval je een PC hebt met heel veel harde schijven. Of heel veel drive letters, ja. Is WMIC Logical Disk Get Name. Ja, en dan zie ik dat zowel A, C, D, E en X beschikbaar zijn voor mij. Maar ik moet dus op de D zijn. Ja. Wat ik doe is, ik ga naar de Windows System 32 directory. En ik ga naar een bestand dat gebruikt wordt, een programma dat gebruikt wordt. Genaamd sticky keys. Ja, dus dat is wanneer je 5 keer op shift drukt, dan komt er een pop-up tevoorschijn. Dat programma ga ik nu aanpassen. En ik ga dat aanpassen door dit programma, door de cmd.exe. Ja, omdat de cmd.exe mij toestaat om commando's in te typen. Nu, ik ga eerst een kopie daarvan nemen en ik weet dat het setc.exe is. Ja, dus dat is het programma dat gebruikt wordt. Om de sticky keys venster te launchen. Ik kan daar even gewoon een backup van maken. Gewoon een kopie. One file's copied. Oké. En nu ga ik mijn cmd.exe kopiëren naar mijn zc.exe. Override. Ja. En dat is het enige wat ik moet doen. Exit. En ik kan mijn installatie afsluiten. Simpel als dat.
Het grootste deel van de magie is eigenlijk nu reeds gebeurd. Goed, we hebben snel even een sprong gemaakt. Ja, mijn editing skills zijn ook nog niet wat ze zijn. Maar ik ben dus gewoon bij mijn opstartscherm nu, waar ik nu 5 keer de shift-knop ga indrukken. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En in plaats van het sticky keys programma, krijg ik mijn command prompt. En dat is wat ik wou hebben. Nu, ik tap net user. En zoals je ziet heb ik maar 3 accounts. Administrator, guest en cadmin. Cadmin is degene die hier getoond wordt. En van cadmin ga ik nu het wachtwoord wijzigen. Ja, dus password is in dit geval geen parameter of zo. Dat is een gegeven. Dus mijn user cadmin heeft nu een wachtwoord password gekregen. Allemaal kleine letters. Nu, wat zou ik ook kunnen doen? Ik zou gewoon een nieuwe user kunnen creëren. Met als wachtwoord, laten we gewoon labo 1234 met hoofdletter L. En het volgende dat ik ga doen is... net local group administrators cadmin 2 slash add. Dus wat heb ik hier gedaan? Ja, eerst heb ik mijn user cadmin 2 aangemaakt met wachtwoord labo 1234. Om dan vervolgens met het net local group commando, ja, net local group administrators cadmin slash add, deze account toe te voegen aan de local administrators group. Waardoor... cadmin 2 dus eigenlijk een admin is. Nu, je ziet hem hier nog niet meteen verschijnen, dus ik ga gewoon snel even mijn pc rebooten en dan de twee zaken die ik hier heb gedemonstreerd aantonen. Voilà, mijn Windows is terug aan het restarten. Jullie hebben terug even een kort stukje gemist, right. Dus je ziet nu mijn twee accounts, cadmin, cadmin 2, cadmin, dat was password, op zijn Engels geschreven, en die raakt er meteen in. Ja, cadmin is zelf admin, dus laten we eens heel even gaan kijken, wat heb ik ondertussen gedaan. En de virtuele machine blijft heel even hangen. Oké, daar zijn we. Local users en group users. Dus je ziet mijn cadmin 2. En bij groups zie je onder de local administrators groups mijn cadmin 2 zijn bijgekomen. Dus local admin, dat geeft enorm veel krachten, enorm veel voordelen. En kan binnen een bedrijfscontext heel gevaarlijk zijn. In een volgend filmpje gaan we zeker zien hoe dat we dit kunnen voorkomen. Maar eerst ga ik nu naar mijn Windows 10 client overschakelen om te laten zien dat het daar ook mogelijk is. Ik ga trouwens in plaats van de command line, ga ik het via een grafische interface doen. Voor mensen die niet zo graag in de command line werken, zodat je ook ziet hoe dat je via de grafische interface users kunt toevoegen en zelfs aan de local admin kan toevoegen. Goed, ik ben nu op mijn Windows 10 machine. Hier heet mijn account Kenbin 10. Dat is een cadmin. Terug hetzelfde. Even rebooten. Hop. Je ziet, ik gebruik Hyper-V om virtuele machines te draaien. Werkt natuurlijk met eender welke andere hypervisor ook. Shift F10. Hey, hier zijn we weer. En dan ga ik op QWERTY logical disk get name. Hoppa. Zou het terug D-dubbelpunt zijn? Ik denk het wel. Ah, nee.
Zijdubbelpunt. Dus je ziet, het is wel handig. En WMIC, Logical Disk Get Name. Ja. Goed. Altijd als we zo'n zaken doen, altijd een kopie maken. Ja. We mochten de sticky keys toch ooit eens nodig hebben in een verre toekomst. Dus je ziet het, terug hetzelfde, copy setc.exe naar setbackup.exe, zodat het nog steeds bestaat. En natuurlijk ook heel handig, ja, mochten we daarna alles terugzetten, zodat niemand iets merkt. Ja, vooral zeker niet doen bij je op het bedrijf, redelijk strafbaar. Override, jawel, exit, en hier zijn we ook weg. Terug even rebooten, naar de Windows 10, hop, 1, 2, 3, 4, 5, en hier hebben we dan terug onze command line, en nu denk je waarschijnlijk, Ken, je hebt ons beloofd dat het via de grafische interface ook ging, en dat is ook zo, via compmanagement.msc, compmgmt.msc, hoppa, en dan zal er nu, voilà, de grafische tool waarmee je gewoon zelf in Windows ook users kunt aanmaken. Dus, Win10.2, geef hem een wachtwoord van labo 1, 2, 3, 4, labo 1, 2, 3, 4, hop, die wordt gecreëerd, daar is hij, hier, ik kan hem zelfs aan de admins toevoegen als ik wil. Klaar. Het enige wat ik natuurlijk moet doen is, ja, gewoon terug eens heel even rebooten en dan gaan de twee accounts, dan gaan er twee accounts staan. Hier zie je Kenwin 10, 2 met Labo 1, 2, 3, 4. En dan gaan we nu dat scherm geven van hi. En dat is een goed moment om deze tutorial mee af te sluiten. Bedankt alleszins voor het kijken en tot in het volgende filmpje.